Fred en de flessenfiets. Ik ben Cleo de Meeuw en dit is het verhaal van Fred en de flessenfiets. Fred is een pinguïn en komt hier heel ver vandaan, namelijk van de Zuidpool. Daar heeft hij een brief in een fles gevonden in de IJszee. En dat is ook de reden voor zijn verre reis. Heb je al een verkeershoedje uitgezocht? Zo ja, klik er dan op en je kunt verder spelen waar je de laatste keer bent gestopt. Zo niet, dan kun je nu een verkeershoedje uitzoeken. Goed zo, heel veel plezier. Zoals elke ochtend zat ik op mijn vaste stek aan de haven om mijn ontbijt op te vissen toen er plotseling iets merkwaardigs gebeurde. Wat ben jij voor een vreemde vogel? Zo'n rare als jij heb ik nog nooit gezien. Ik ben Fred de pinguïn. En wie ben jij? Ik ben Cleo. Wat kom je hier doen? Ik ben op zoek naar een fiets. Zo, zo. Een pinguïn op fietsenjacht. Dat zijn allemaal losse onderdelen. Fietsen bestaan wel, maar losse onderdelen rijden niet rond. Ja, maar... Nee, nee. Veel geluk zul je hier niet hebben. En waar zou hier nou een fiets verstopt moeten zijn? En toch is die fiets ergens. En ik zal hem vinden. Mafkees, kun je niet uitkijken? Heb ik iets verkeerd gedaan? O jee, jij snapt er ook helemaal niets van. En dan ben je ook nog op zoek naar een hoop waardeloze fietsonderdelen in een vreemde stad. Je weet niet eens wat een straat is. Probeer er eerst maar eens achter te komen hoe alles hier in zijn werk gaat. Nodig? Ah ja, kapitein. 3 kilo. Komt voor mekaar. Precies als op het plaatje. Iedereen heeft wel eens geluk. Maar een zadel is nog lang geen fiets. Wauw! Wat is hier veel te beleven. Als ik dat thuis vertel, niemand zal me geloven. Let goed op als ik je leer. Hoe het zit in het verkeer. Hier zie je de rijweg lopen. Die is alleen voor auto's open. Ook voor brommers, trucks en bussen. Maar een fiets mag daar niet tussen. Daarom hebben ze met recht hier een fietspad aangelegd.
En voor ieder die te voet lopen, springen of kruipen moet, is de stoep eigen terrein. Dus daar loop je reuze fijn. Zou jij die flessenfiets zoeken, Cleo? Kijk maar eens onder de stoeptegels. Daar ligt vast wel ergens een fiets. Goed idee! Oh, stop! Dat was toch maar een grapje. Deur dicht, het tocht. Jammer, geen fiets. Help! Wat een puinhoop! Hoe moet ik daar ooit mijn fiets vinden? Dat zei ik toch al. Fietsonderdelen liggen niet gewoon voor het rapen. Volgens mij heeft iemand je beet genomen. Cleo, moet je kijken. Die rijden dubbel. Oh, stop! Opzij! Oh jee, was ik maar op mijn ijsschots gebleven. Ja, ja, dat komt er nou van. Er eerst van doorgaan en dan ook nog klagen. Een stoplicht heeft zo'n groentje als jij natuurlijk nog nooit gezien. Het scheelde niet veel. Alle eendjes zwemmen in het water. Je doet het uitstekend. Mag ik nu oversteken? Zeker. Groen is altijd goed. Maar Fred, je bent helemaal niet zo dom als ik dacht. Joepie! Dit is echt leuk! Een stoplicht om over te steken. Ken je de regels? Is het zo bekeken? Wordt het licht rood, moet je altijd blijven staan. Je mag dan nooit de straat opgaan. Is het licht groen, mag je verder lopen. Maar pas op, hou je ogen goed open.
Je hebt van die gasten die er niets van snappen, die gewoon alle regels aan hun laars blijven lappen. Ze slaan de hoek om en ze rijden als een gek. Blijf dus ook bij groen nog even op je plek. Eerst goed uitkijken en pas dan weet je zeker of je veilig de straat over kan. Cleo, de fiets uit de fles. Yippie! Een achterwiel in een boom? Wat een stomme schuilplaats. Is een stoplicht om over te steken. Ken je de regels? Is het zo bekeken? Is het licht rood, moet je altijd blijven staan. Je mag dan nooit de straat op gaan. Wordt het licht groen, mag je verder gaan lopen. Maar pas op, hou je ogen goed open. Je hebt van die gasten die er niks van snappen. Die gewoon alle regels aan hun laars blijven lappen. Ze slaan de hoek om en ze rijden als een gek. Blijf dus ook bij groen nog even op je plek. Eerst goed uitkijken en pas dan weet je zeker of je veilig de straat oversteken kan. Daar staat iemand midden op straat. Dat is toch gevaarlijk? Ik moet hem waarschuwen. Ho, stop! Luister toch eerst eens. Te laat. Hé, jij daar. Jij mag toch zomaar niet op straat staan? Wat heb jij hier te zoeken? Ik ben op zoek naar mijn fiets. En jij? Ik zoek helemaal niets. Ik regel het verkeer. En maak nu maar eens dat je het kruispunt afkomt. Maar wel voorzichtig. Kom aan, Fred. Je houdt het hele verkeer op. Ja, zeg. Wil ik iemand helpen en dan is het ook weer niet goed. Pfff, met jou kun je wel wat beleven. Maar ik heb toch gelijk? Niemand mag zomaar midden op straat staan. Niemand, behalve als het een verkeersagent is. En die staat hier omdat de stoplichten stuk zijn. En nu regelt hij het verkeer. Anders zou het hier een puinhoop worden. Oh. Dat had je me ook wel meteen kunnen vertellen. Wauw, alweer een deel van de fiets. Dat is vast de bel. Ongetwijfeld. Een fietsbel. Maar dat wil echter nog niet zeggen. Oef, een monster. Het wil me opeten. Een monster? Heb jij een monster gezien? Nee hoor, jij? Ik ook niet. O jee, dacht ik het niet alweer, die speen.
de stoplichten het niet meer, dan wordt het een puinhoop in het verkeer. Alle auto's staan op een kluit en niemand komt er ooit nog uit. Een agent komt er gauw aan en gaat midden op het kruispunt staan. Je moet nu kijken naar wat hij doet. Het is niet moeilijk. Luister goed. Zie je hem van voor of van achter? Betekent dat rood. Je moet nu wachten. Gaat zijn arm omhoog, betekent dat oranje. Let dus goed op, zo meteen kan je. En zie je hem alleen nog van opzij, dan is het groen. De doorgang is vrij. Eerst nog uitkijken en pas dan weet je zeker of je veilig de straat over kan. Maar nu kan ik de straat oversteken. Bravo, je hebt volkomen gelijk. Doen de stoplichten het niet meer, dan wordt... Kijk eens, Cleo, daar! Heb je dat gehoord? Misschien zit mijn fiets daarin. Onzin! Een fiets? In zo'n klein doosje? Stop! Blijf staan! Dat is te gevaarlijk! Ga nu toch eindelijk! Waar wacht je nog op? Wie van ons twee mag het eerst oversteken? Zolang jij als een blok op straat blijft staan, leg ik je helemaal niets meer uit. Cleo, zeg nu, heb ik iets verkeerd gedaan of de auto? Je mag 3 keer raden, onnozelaartje. Ik ben geen onnozelaartje. Dat zul je nog wel zien. Joepie! Gelukt, Cleo! Heel goed, Fred. Wil je naar de overkant gaan, blijf dan eerst op de stoeprand staan. En kijk wat er op straat gebeurt. Komt daar een voertuig aangescheurd? Wil hij hier de hoek omslaan, heeft hij zijn richtingaanwijzer aan. Heeft de bestuurder je wel gezien? Weet hij ook wat je wilt misschien? Kijk hem daarom altijd aan, zodat hij weet waar jij heen wilt gaan. Dus let altijd op en rustig aan. Als je goed uitkijkt, dan zal het wel gaan. Het koekoekskruispunt, geen probleem.
is mijn fiets. Onzin. Dat is toch alleen het stuur. Zolang je niet alle delen hebt gevonden, is het nog lang geen fiets. Goed. Wacht even, ik haal hem wel. Wacht, Fred. Tussen de auto's mag je niet oversteken. Te laat. Wat een pech. Ik had hem bijna te pakken. Voor een bal ren je toch niet zomaar de straat op? Altijd eerst nadenken en goed uitkijken. Als je lange rijen auto's keurig langs de stoeprand ziet, hou één ding goed in de gaten. Ga er niet tussen, dat moet je laten. Want een rijder ziet je niet. Zorg vooral dat je zichtbaar bent en de bestuurder je herkent. Het verkeer is vol gevaren, je moet je kanten steeds bewaren. Zoek een plek die gunstig ligt, zo houd je het overzicht. Eerst nog uitkijken en pas dan weet je zeker of je veilig over kan. Gelukkig had hij een helm op. Autoportieren zijn onberekenbaar. Verdorie! Kan er niet beter uitkijken? Ja hoor, go-go weer. Dat lag voor de hand. Welk varken heeft de bal de straat opgeschoten? Welk varken heeft de bal de straat opgeschoten? Hier kan ik alles veel beter zien. Het is me gelukt! Prima! Dat heb je echt goed gedaan. Go-go weer, dat lag voor de hand. Leo, moet je kijken daar! De fiets uit de fles!
lijkt wel een fietspomp. Waarschijnlijk puur toeval. Wil je naar de Haaienbeek? Ja? Nee? Ja? Nee? Ja? Nee? Ja? Is het licht rood, moet je altijd blijven staan. Je mag dan nooit de straat opgaan. Hey, wacht even, niet zo vlug. Ik moet toch ook oversteken? Ho, stop! Je kunt niet zomaar alles nadoen. Ben je soms kleurenblind? Daar hebben we het gedonder al. Waarom mag zij wel oversteken en ik niet? Dat is toch Pogo, die domme muis. Ben jij een papegaai die alles nadoet? In het verkeer moet je zelf nadenken en zelf uitkijken. En muisje, wat vind je ervan? Schatje, het is geen gezicht. Bij groen mag ik oversteken. Heel goed, Fred. Groen is altijd goed. Een voorwiel. Het zal me wat worden als je hier nog eens op die fiets rondpeddelt. Ik moet er niet aan denken. Wil je naar de speelstraat? Ja? Nee? Nee? Ja? Hey, geweldig! Hey, wat leuk! Hier kun je op straat spelen. Juich niet te vroeg. In de stad moet je altijd voorzichtig zijn. Plins, plans, plons. De straat is hier van ons. Lekker rennen, klimmen, glijden. Auto's mogen hier niet rijden. Ook geen brommer, bus of fiets. Het verkeer doet ons hier niets. Wat stom. Ik dacht dat dit een speelstraat was. Speelstraat? Dacht je dat je alleen op de wereld was? Natuurlijk mogen hier voertuigen langs, maar ze moeten heel langzaam rijden. Heb je alle fietsonderdelen al gevonden? Als je een fiets hebt, kun je hier je fietsdiploma halen. Ik kom terug! Waar zouden de andere delen van de fiets toch zijn?
heb je paraplu vergeten. Oei. Plins, plans, plons. De straat is nooit van ons. Op van alles moet ik letten, zodat auto's mij niet pletten. Borden, regels en verkeer spelen kun je nergens meer. In deze straat kun je fijn spelen. Hoeft geen kind zich te vervelen. Iedereen ziet op het bord dat hier veel gevoetbald wordt. Maar pas op, ook in zo'n gebied ontkom je aan de regels niet. Al mogen rijders niemand hinderen, niet iedereen. Let op de kinderen, dus let steeds op en rustig aan. Als je goed uitkijkt, zal het wel gaan. Breek mijn klomp. Het fietsframe. Hey, dit is een speelstraat. Dat mag niet. Dat is Pogo maar, die domme muis. Let maar niet op haar. Wil je naar het plein bij de ezelsbrug gaan? Ja? Nee? Ja? Wauw! Wat een grote auto! Ik wil ook mee rijden! Stop, Fred! Dat is te gevaarlijk! Ben je soms gek geworden? Wat een pech! Nu is hij weg! Nou en? Er komt om de haverklap een bus. Daarom hoef je toch niet zomaar de straat op te rennen? Als je je doel veilig wilt bereiken, moet je ook wel eens een omweg op de koop toe nemen. Kijk toch eens om je heen. Zie je dat verkeerseiland daar? Waar zou dat voor dienen? Een eiland. Een vakantie? Ah, ik weet het. Om even te pauzeren. Precies. Hier kun je in 2 keer de straat oversteken. En dat is veel, veel veiliger. Maar altijd eerst goed uitkijken. Die bus brengt me waar ik wezen moet. Maar wie er zomaar op los rent, die doet het niet goed. De bus missen, daar kom je best overheen. Er komt weer een nieuwe, zo meteen. Het belangrijkste is dat je hem veilig bereikt. Daarvoor heb je regels die iedereen begrijpt. Dit eiland op straat is bijvoorbeeld niet gek. Bij het oversteken is het een veilige plek. Dus let altijd op en rustig aan. Als je goed uitkijkt, zal het wel gaan. Wee! Het vlaggetje uit de fles! Een vlaggetje. En wat dan nog? Je hebt nog niet alle onderdelen gevonden. Wacht maar, je zult wel zien.
Hoe was het ook alweer? Eerst eens goed kijken. En komt er geen verkeer meer aan, dan kan ik gerust naar de overkant gaan. Zie je nou wel? Zo lukt het best. Wil je naar de speelstraat? Ja? Nee? Nee? Wil je naar de zebrasteeg? Ja? Nee? Ja? Ja? Oeps! Waar komt dat ding nou vandaan? Maar Fred, dan hoef je nog niet zomaar de straat op te rennen. Dat je over het zebrapad gaat, is goed. Toch mag je nooit, nooit en te nimmer zomaar de straat op gaan zonder eerst uit te kijken. Wat is er? Wil je hier wortels schieten? Tegelijk. Inderdaad. Je hebt nu alle delen gevonden, maar daarmee kun je nog lang niet rijden. Je moet de fiets eerst eens goed in elkaar zetten. Dat is toch heel gemakkelijk? Dat denk jij. Ook een fiets heeft zijn regels. Op het stuur kun je niet zitten en met het zadel kun je niet sturen. Probeer het maar eens. Op ieder deel van de fiets kun je klikken en het naar de juiste plaats slepen. Ik ben benieuwd of het je lukt. Het frame houdt de hele fiets bij elkaar. Bravo! Met het stuur bepaal je waarheen je rijdt. Heel goed! Jouw fiets heeft twee wielen. Hier zie je het voorwiel. Uitstekend! Jouw fiets heeft twee wielen. Dat is het achterwiel. Fantastisch! Met deze lamp kun je ook in het donker zien. Bravo! Als er geen lucht in de band zit, kan een fietspomp helpen. Heel goed! Op het zadel kun je zitten. Uitstekend! Met dit vlaggetje is een fietser veel beter te zien. Fantastisch! Met de bel kun je laten horen dat je eraan komt. Bravo! Deze lamp zorgt ervoor dat ook anderen je in het donker zien. Heel goed! Door je dynamo geven je lampen licht. Uitstekend! Het is me gelukt! Nu kan ik beginnen! Wacht even, niet zo vlug. Zo kunnen we je nog niet in het verkeer sturen. Je hebt nog nooit gefietst.
probeer nu eens met je fiets veilig tot aan de finish te rijden. Als je dat lukt, krijg je ook een rijbewijs. Kan ik nu gaan rijden? Op dit oefenparcours kun je leren fietsen. Je moet met je fiets langs de hindernissen rijden, tot aan de finish. Ben je klaar voor de start? Wauw, daar ga ik! Bravo, ga zo door. Je bent er bijna. Ai, ai. Boah, dat kan iedereen overkomen. Nog een keer. Geweldig. Nu is het... Ai, ai. Boah, dat kan iedereen overkomen. Nog een keer. Ai, ai. Boah, dat kan iedereen overkomen. Nog een keer. Ai, ai. Boah, dat kan iedereen overkomen. Nog een keer. Oei, ik probeer het nog een keer. Fantastisch! Je hebt het bijna gehaald. Wee! Ik heb het gehaald. Kom op met dat rijbewijs. Wacht, wacht even. Wordt al aan gewerkt? Als je wilt, kun je hier je naam zetten. Wil je je speciale rijbewijs afdrukken? Wil je het parcours nog een keer afleggen? Ja? Nee? Ja? Nee? Gefeliciteerd! Je bent geslaagd! Joepie! Mijn eerste rijbewijs! De fietshelm krijg je van mij cadeau. En denk er steeds aan, alleen fietsen met je helm. Bedankt! Tof! Dan krijg ik ook geen builen. Welk Leo? Daar sta je van te kijken, hè? Leo? Leo? Waar ben je? Leo? Zou ze zich verstopt hebben? Waar zou ze uithangen? Nu ja, ik zal haar wel vinden. Ver kan ze toch niet zijn. Dat betekent, Leo kan niet ver weg zijn. Wil je naar de tackle dan? Ja? Nee? Ja? Heb ik je gevonden! Oh, stop! Daar kun je niet oversteken. Verdorie!
Net nu Cleo kijkt, moet me dat overkomen. Hé, wie hebben we daar? Jij was toch niet van plan om op een onoverzichtelijk punt de straat over te steken? Ja, ja, ik weet het. Maar hier kun je toch helemaal niet veilig oversteken? Je hebt gelijk. Hier ontbreekt inderdaad iets. Wacht even. Prima, zo gaat het wel. Dat noem ik nog een service. Hier was al lang een zebrapad nodig. Waar heb je toch al die tijd uitgehangen? Ik dacht al dat je niet meer kwam. Zeg, hoor eens even, ik moest dwars door de hele stad. Het lijkt erop dat je het inderdaad hebt gehaald. Gefeliciteerd. Nu, het viel echt niet mee, geloof me. Als ik het thuis vertel, zullen ze wel opkijken. Ach ja, dat je met een fiets terug zou komen, dat had zelfs ik niet gedacht. Nou, goede reis dan maar. En de groeten aan je familie. Wat is er, Cleo? Ben je soms verdrietig? Nee, ga maar. Kunnen we niet samen naar de Zuidpool gaan? Dan leg ik je de verkeersregels in de ijsbergen uit. Misschien vinden we nog wel een flessenfiets. Dan heb jij er ook een. Goed idee. Ik ga mee. Wil je echt stoppen? Ja? Nee? Ja? Nee? Ja? Ja?